Ik denk gewoon in het algemeen dat het heel interessant is voor agrariërs om zonnepanelen op daken te leggen. En eventueel, als het mogelijk is en financieel mogelijk is, om ook een windmolen te plaatsen. Ik denk dat dat de toekomst is. Zelfduurzaam energie opwekken kan voordelig zijn nu met de hoge energieprijzen. Alleen door de beperkte capaciteit van het stroomnet kan de opgewekte energie soms niet teruggeleverd worden op het net en kost dit juist geld. Melkverhouder Jan Henk Herbers gebruikt zijn eigen opgewekte energie voor apparatuur en machines op zijn bedrijf en is daarmee duurzaam. Dit is Boerderij Uitgelicht. Hi Jan Henk, leuk dat we hier mogen zijn. Ja. Hoe wek jij zelf de energie op? Wij hebben sinds 2019 200 zonnepanelen op Jongvistal. En sinds die tijd wekken we dus eigen energie op. En kun je op die manier alle energie op je eigen bedrijf kwijt? Nee, we kunnen niet alles, daar wekken we niet genoeg voor op. Maar overdag kunnen we wel heel veel via zonne-energie opwekken. En hoe kwam je op het idee om zelf die energie op je eigen bedrijf aan de ene kant dat we toch meer op verduurzamen moeten. Dus zuinig zijn met energie. Dus als je dan zonnepaneel kunt opwekken is interessant. En het is gewoon met de stijgende energieprijs was het ook interessant om in zonnepaneel te investeren. Je zei je hebt geen overschot aan energie. Hoe zit dat precies? Nee, we hadden voordat we zonnepaneel hadden een jaarverbruik van ongeveer 100.000 kilowattuur. En we kunnen ongeveer 50.000 kilowattuur opwekken. Dus 50.000 kilowattuur moeten we nog gewoon inkopen via de normale weg, zeg maar. Ja, precies. Maar overdag dan is er genoeg zon, de meeste dagen natuurlijk. En dan kunnen we de systemen die we dan elektrisch hebben, die kunnen daarop draaien. We hebben even een probleem gehad met het terugleveren van energie op topdagen, zeg maar. Dat ging niet helemaal goed, maar door Enexis is dat aangepast. We hebben een dikkere kabel gelegd en nu kunnen we ook volop terugleveren. Dus dat is geen probleem meer. En hoe raak jij die energie precies kwijt? Welke machines draaien op die energie? Ja, nou, sowieso hebben we sinds 2018 een automatisch voersysteem. Dat is elektrisch. Toen hebben we ook een automatisch instrooisysteem gekregen voor de boksen in de koeienstal. Dat is ook een elektrische machine. Dan hebben we allemaal elektrische boilers om het water te verwarmen. En in de zomer, als we moeten beregenen of willen beregenen, dat doen we ook elektrisch. En wat heb je hiervoor moeten doen of installeren? Zijn daar nog extra kosten bij gekomen om die elektrische apparaten te kunnen laten draaien? Nou, de boilers die hadden we al. De regeninstallatie, de pomp, zit er ook al sinds begin 1980 in. Dus we waren geen extra investering voor nodig. Het voersysteem, we willen nog graag iets makkelijker voeren en ook de koeien verder van vers voer voorzien. Daarom hebben we het systeem aangeschaft van automatische voeren. Niet zozeer om de kosten, maar meer om het gemak. Ja, precies. Ja. En verder, wat levert het uiteindelijk onderaan de streep op? Want je hoeft nu natuurlijk geen, in de zomermaanden vooral dan geen energie in te kopen. Nee, dat klopt. Nou, ik denk dat we ongeveer 50.000 kilowattuur besparen. Dus dat is moet je even een rekening maken. Ik weet op het moment niet wat de prijzen precies zijn, maar er wordt op het moment kan er wel uit zijn maar om in zonne-energie te investeren. En is er in de toekomst zou je ook nog bijvoorbeeld een windmolen willen aanschaffen? Dat lijkt me een prima combinatie. Alleen we hebben geen opvolger en ik weet niet hoe lang als ik nog boer bleef. Dat zal geen 5 jaar meer duren, denk ik. En ik denk dat een investering daarin dat niet meer rendabel is voor mij. Maar ik denk dat het uitstekend zou passen om energie-neutraal te kunnen werken. Ik denk gewoon in het algemeen dat het heel interessant is voor agrariërs om zonnepanelen op daken te leggen. En eventueel, als het mogelijk is en financieel mogelijk is, om ook een windmolen te plaatsen. Ik denk dat dat de toekomst is. Dit was Boerderij Uitgelicht.